Ten eerste, mannen die vinden niet snel, ik ben niet goed genoeg. Dat zie je bij sollicitaties, dat zie je bij als je iemand uitnodigt om aan een talkshowtafel plaats te nemen. Mannen denken niet gauw, ik ben niet goed genoeg. Die denken, oh, dat ga ik wel doen. Gaan we naar Lilianne Ploemen, want zij maakte gisteren, nogal onverwacht, mogen we wel zeggen, per direct bekend, ze maakte bekend per direct, moet ik zeggen, Politiek Den Haag te verlaten. Ik heb er best lang over nagedacht. Het was ook best wel een moeilijk besluit. Maar ik heb besloten om terug te treden, omdat ik vind dat die rol als partijleider, die past me eigenlijk niet goed genoeg. Toen ik eenmaal tot dat besluit gekomen was, dacht ik, ja, dan moet ik ook niet blijven. Want dan wordt het ook ongemakkelijk en onwaarachtig. En dus ben ik, de afgelopen weken hiertoe gekomen treed ik terug. Het was voor bijna iedereen een mededeling die eigenlijk vanuit het niets kwam. Elske, vond je het een goede zet om het op deze manier aan te pakken? Ze hadden, geloof ik, 4 mensen laten weten. Ik vond het vooral heel jammer dat ze aftrapt, eigenlijk. En vooral vanwege de reden. Omdat ze zelf zegt, ik vond mezelf eigenlijk niet de leider die je zou moeten zijn. Maar het beeld dat zij schetste van de leider die je zou moeten zijn, daarvan dacht ik wel, Jezus Mina, is dat niet gewoon best een ouderwets beeld van een leider? Namelijk heel dominant, mannelijk beeld eigenlijk. Altijd je woordje maar klaar hebben. Scherp in het debat. Altijd over de mening over. En ik dacht, wat ontzettend jammer dat jij denkt, ik kan op deze manier geen leider zijn. Is het niet juist heel goed als we met z'n allen wennen ook aan een nieuwe manier van leiderschap? Ik dacht echt, even afgezien nog van de politieke kleur, maar als ik naar Lilianne Ploemen keek, dan zag ik echt wel een leider. En ik dacht echt, wat jammer dat ze dat zelf niet zag. En had het niet gewoon wat meer tijd nodig? Ja, ik vraag me af, als het een man was geweest, of die dezelfde beslissing had gemaakt. Ik denk het niet. Mannen denken, met hetzelfde inzicht. Dus dat een man wel zou kunnen weten wat Lilianne over zichzelf zegt. Van, ik ben gewoon geen goede leider, ik kom niet lekker uit de verf. Nou, mannen alsnog zitten. Ja, ik denk, maar kijk, ten eerste, mannen die vinden niet snel, ik ben niet goed genoeg. Dat zie je bij sollicitaties, dat zie je bij als je iemand uitnodigt om aan een talkshowtafel plaats te nemen. Mannen denken niet gauw, ik ben niet goed genoeg. Die denken, oh, dat ga ik wel doen. En vrouwen denken heel gauw, ja, ben ik wel goed genoeg? Zal ik wel gaan solliciteren? Zal ik wel naar die talkshow gaan? Zal ik wel partijleider blijven? Dat is toch typisch ook een vrouwelijk ding. En ik hoorde dat hoor ik nergens terug, dat lees ik ook niet in de commentaren, maar dat schoot mij meteen te binnen. Ja, mij ook. En je zag eigenlijk een vrouw die zei van, goh, ik haal maar een 8 en het zou een 10 moeten zijn. Ja. Terwijl je denkt, waarom? Een 8 was toch prima? Haalde ze een 8 of was het een 6? Dat kan natuurlijk ook. Nou ja, kijk, maar het ligt er denk ik aan welke meetlat je hebt. Ik vind het persoonlijk, of het nou een man is of een vrouw trouwens, lijkt het me enorm verfrissend om een leider te hebben die zegt van, goh, over dit onderwerp heb ik niet echt een mening. Ja. Dat laat ik aan een partijgenoot over. Maar ze is ook leider van een partij die het niet heel lekker doet de laatste jaren. Ik kan me ook voorstellen dat achter haar bij de leden een beetje gemor was, dat ze dachten, nou jongens, schiet op. Ja, ho. Kijk, volgens mij is de PvdA gekelderd naar 9 zetels onder Lodewijk Asscher. Als ik het me niet, mm-hmm. Als ik me niet verkeerd herinner. Ja, klopt. Laatst bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben zeteltje ze toch Amsterdam flink veroverd. Hebben ze het volgens mij helemaal niet zo verkeerd gedaan, de PvdA. Ja. Dus om nou te zeggen van, die partij is onder Lilianne Ploemen echt helemaal, echt, absoluut niet. Dat zie ik niet, hoor. Jaap, hoe kijk jij ernaar? Nee, ik denk het vrouwendeel laat ik heel even aan jullie, omdat we het natuurlijk beter kunnen beoordelen. Maar ik vind het wel heel vreemd dat, nou, wat een onzin eigenlijk. Ja, vind je? Nee, ik ben het wel eens dat het anders zou zijn. Maar ik vind het heel goed dat jullie dat benadrukken. Van, ik vind het wel heel fijn dat iemand zo als leider is. Hè. Ik bedoel, dat kan ik wel hier gaan roepen. Maar het is fijn dat jullie dat benadrukken. Van, het is fijn om iemand kwetsbaar te zien en zo. Dat vind ik trouwens ook. Maar het gekke vind ik wel van, je kan erachter komen dat je geen goede leider bent. Dat is heel snel na een jaar, maar goed. Maar dan kun je toch zeggen, ik lever mijn aanvoerdersband in. Ik blijf gewoon rustig zitten in de kamer en iemand anders mag het gaan doen. Maar dat gebeurt niet. Ze gaat vervolgens volledig van het toneel. En dat schreef mijn collega Hans van Soest, politiek verslaggever, als commentaar in de krant vanochtend. Van, je stelt 400.000 kiezers die op haar gestemd hebben teleur. Ja. En dat vind ik wel heel vreemd. Dat je misschien jezelf geen goede leider vindt, 1. Maar dat je dan gelijk weg bent. Vond je dat het beter was geweest als ze in de kamer was blijven zitten? Ja, ik wel.
Ja. En ze wil de nieuwe leider niet voor de voeten lopen, dat begrijp ik wel. Ik begrijp het ook wel. En bij Ploemen vind ik het ook niet zo verdacht. Kijk, ik herinner me dat zij was minister. Daarna belandde de PvdA in de oppositie en is zij gewoon met heel veel enthousiasme Kamerlid geweest. Ja, dus zij absoluut. Voelt zich er volgens Nergens mij niet te goed voor. Nee. Maar ik kan me best indenken dat het ingewikkeld is om in een redelijk kleine fractie een voormalig leider in je clubje te hebben. En ik vind het ook wel heel zuiver. Ik vind het wel heel zuiver. Ruimte voor maakt, ja. Ja, na een jaar na de verkiezingen zeg ik ben weg met 400.000 stemmen. Ja, ik vind dat het democratische deel. Ja, omdat er dus mensen zijn die specifiek op haar gestemd op haar hebben. Gestemd. En gisteravond in Opeen ging het er ook even over. Toen was het aan tafel, je moet een nieuwe leider worden. En toen zei Meili Vos zei van, ja, dat is democratie, we moeten dat goed doen. En Guus Meeuw is notabene zat aan tafel. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Hij schiet een beetje op. Hij zei inderdaad van, nou, noem gewoon een nieuwe leider, neem een besluit en ga door. En jullie willen er weer een heel spektakel van maken in de media. Wie moet een nieuwe leider worden? Er zitten mensen niet op te wachten. En dat was eigenlijk, nou, zoals ik het ook voel en denk heel veel mensen, krijgen we daar weer een spel van. En toen zei Meili Vos terug van, ja, maar dat is democratie. En toen dacht ik, ja, democratie is juist ook dat je lang blijft zitten en niet na een jaar weg bent. Ja, maar je kan toch niet spreken van 400.000 voorkeurstemmen? Nou, mensen die op haar gestemd hebben. En zij was de leider. Ja, maar goed, heel veel mensen maken gewoon het bovenste kruisje rood. En dat is niet per se voorkeur. Ja, maar in politiek Den Haag is het wel vaak zo dat je je daar dan wel op op beroep. Dat doet premier Rutte ook. Die heeft ook steeds geroepen. Ik snap dat hij het doet, maar ik vind niet dat wij het moeten doen. Ja, ik ben wel met je eens dat ze te snel stopt. Want je vraagt je af, wat als ze langer was gebleven? Ik moest even terugdenken aan het begin van Angela Merkel. Ik meen me te herinneren dat er toen ook het werd gezegd, oh, een beetje saai, kleurloos, weinig profiel, et cetera. Het was gewoon, ze had gewoon even wat tijd nodig. En toen ze klaar was, vonden wij de grootste staatsvrouw in Europa in de afgelopen. Ja. Dus dan denk ik, ja. Ja, jij noemt net een zesdes rapportcijfer. En denk, ja, halverwege het jaar maakt het niet zoveel uit. Gaat er dan wat je aan het eind op het rapport is. Ook een goed maar goed, zij moet zich er comfortabel bij voelen. Ja. En als dat niet zo is, dan is het natuurlijk aan haar. Ja. Maar goed, als je iets dieper graaft, dan kun je zeggen, waarom voelt ze zich er niet comfortabel bij? Omdat ze misschien een masculien beeld heeft van wat een leider moet zijn. En dat ze daar niet aan voldoet. Maar goed, ik vind het jammer. Ja. Nou, we lezen ook in RTL Nieuws bijvoorbeeld. Hè. Die voerden daar een aantal anonieme bronnen op. Die de actie van Ploemen onder meer onverantwoord, egoïstisch en laf noemde. Hoe kijken jullie daar tegenaan met deze manier van werken? Moet je dat als redactie dan doen? Want alles is natuurlijk politiek. Ook als iemand dus alleen anoniem in de krant wil met zo'n uitspraak. Ja, dat past hier goed bij dat het anonieme bronnen zijn die er niet met naam bij wil. Ja, dat wekt lekker vertrouwen in de politiek. Ja, ik vind laf. Het is laf. Ik snap het van het RTL wel. Dat ze zeggen van, ik breng dit wel. Maar ja, het komt wel heel erg slecht uit, denk ik. Nou, ik vind dat je wel een grote verantwoordelijkheid hebt, ook als redactie, om goed te kijken hoe je het brengt. Hè. Dit stukje waren inderdaad een aantal citaten van anonieme bronnen die gewoon lekker konden leeglopen en inhakken op Ploemen. Ik bedoel, Hans Spekman stond er ook in, met naam, die gewoon kritiek leverde. Dan denk ik, nou, doe dat dan. Ja. Ik ook. En ik denk dat als je, het is misschien een subtiel verschil, maar ik zou zeker de voorkeur eraan hebben als medium om dan die anonieme mensen te parafraseren en gewoon een beetje samen te vatten en te zeggen van, oh ja. En in plaats van dat je al die citaten onder elkaar zet van, ze was laf en ze was dit en ze was onverantwoord. En dat is gewoon inhakken anoniem. Lekker makkelijk. En er stond wel een Kamerlid. Nou, dan kun je, wie is het gaan spelen? Ja, dat een oud-gediende stond er. Een prominente PvdA. Dan denk je, mijn god, het is toch een slangenkuil. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.